Ja, stop, en nu is het de uitstrijder Johan Denk, die na de dressuur 34e stond, 61,7 punten. Nog eigenlijk pankloos door die hindernissen, zes kop de waterpartij. Kijk, ze galopperen hier, dit is spectaculair. Zo willen we het zien, zo moet je, dames en heren. Very fast so far, the competitor for Great Britain, it is a wonderful for the fans. Still going. Ja, dit is kort, dit ziet er mooi uit. Hij slaagt alles op alles. Maar hij moet ook, hè, van de trainer voor zichzelf. Ik hoop dat hij dat moet gaan. Ben benieuwd, Pam. Seconde tikken weg. Net niet de tijd van de ronde, of net wel. Komt hij aan, stil. De Normandie, twee jaar geleden, 17e in het eindklassement. Hier na de dressuur vermooien, Baal de Vaas. Wat zijn er toch imposante paarden. Die combinatie van de Arabier en het Oer-Vriese paard. Prachtig Arabo-Vriese met nog meer temperament, nog meer uithoudingsvermogen. Tempo zit er goed in bij de Wellemmer uit Frankrijk, Benjamin Ayoko. Weet hij die paas vast te houden? Weet hij niet te versterken na de marathon? Voorlopig gaat het perfect. Mooi die heuvel op, dit aan korte wending, zo dicht mogelijk. Ja, paard op even tegen het element D aan. En die paarden die zijn afgewend, kunnen elkaar super bedagen. Heel attent zegt die oortjes mooi naar voren. Het ziet allemaal vriendelijk sportief uit. Wat mooi die waterpartij hiervan. Ja, ik zeg het. Even tussendoor dat Ewald Worm op dit moment in hinder is 5. Dan kan het uit 6 in Amsterdam de Park. Maar er wordt nog even aangesproken, dames en heren. En een prachtige prestatie. Het applaus mee. Theo, Lucia. Superlaan rijdt naar de dressuur. Theo Timmerland, dames en heren. Theo in beginstuk. Blijf goed lopen. Hierop. Dan vent je goed op. Dan vent je goed op. Dames en heren, geloof maar. Ja, geweldig, koos je op. Derde tijd heeft hij hier nu gezet, 63-20. 63-20, goes to water, obstacle 5. Nou jij, hè? Kijk, die Timmerman, dames en heren, vloed hier door het parcours. Vol speed in een prachtige galopade. Dat is hij alweer in de data. Neemt alle risico, wil de toptijd uithalen. Hoe snel is deze wending? Voorpaarden die de richting aan tegen de achterpaarden. Raakelijk vast de pilaar, zullen we maar zeggen. Oh, dit is spectaculair. Timmerman is super bezig. Die weet wat hij aan het doen is. Niet te veel risico nemen. Oh, dat gaat echt goed. Prima werk voor de groeps. En dan de mooie laatste wendingen nog. Nou, dus is een prima tijd in, dames en heren. Theo Timmerman, gedragen door het publiek. En de laatste wedstrijd, de laatste wedstrijd.